Mevrouw, mag ik een stukje met u meerijden? Ja hoor. Nou, wat aardig. De tas en de krant even aan de kant. Bril even af, dan kunt u het wat beter horen. Oh, een andere bril. Okay. Nou, poing, daar zijn we dan. Ja, hallo. Naast wie zit ik? Naast vrouwtje Postma. Vrouwtje, mag ik je en jij zeggen? Ja, natuurlijk. Waar ga je naartoe vandaag? Ik ga naar Leeuwarden. Want wat is er te doen in Leeuwarden? Nou, ten eerste is er markt en ten tweede ga ik even naar Hans Anders voor een nieuwe leesbril en een zonnebril. Je hebt iets met brillen? Ja, jammer genoeg wel. Ja, maar ik heb ook het idee dat dit is een hele kekke bril. En je hebt er net een naar beneden gedaan, dan ga je nog weer een andere bril halen en een zonnebril, dat zijn er al vier. Ja, nou ja, dit is een oud brilletje voor te lezen om zo even mee te nemen natuurlijk. Maar vind je het leuk om van bril te wisselen, zo nu en dan? Ja, natuurlijk is dat leuk. Ja, een beetje met de tijd meegaan. En volgens mij ook nog een bling-blingetje op een van je tanden. Nou, niet gedacht dat dat zichtbaar was. Ja, ik zie hem wel. De camera pikt hem misschien niet op, maar... Ja, heb je hem, Rudy? Heb je hem? Ja. Rudy heeft hem ook. Hey, wat doe je in het dagelijks leven? Gewoon lekker thuis bij mijn beestjes. Wat voor beestjes heb je? Ik heb een hond en een konijn. Hond en een konijn? Ja, een konijntje van 13 jaar. Konijntje van 13 jaar? Ja, ja, onvoorstelbaar. Ja? Ja. Zo oud worden ze toch normaal niet, toch wel? Nee, volgens mij ook niet. Maar ja, hij heeft het goed. Ja. Appeltje, worteltje, stukje andijvie. Ja. Ja. En elk jaar met kerst denk je van, nou gaat hij eraan of... Nee hoor, nee. Want ik vroeg laatst dan aan een kennisje. Ik zeg, hoe oud kan een konijn ergens eigenlijk worden? Hij zegt, nou bij mij halen ze de kerst meestal niet. Nee, precies. Maar ja, bij mij wel dus. Ja. En wat voor hond heb je dan? Een King Charles Black Ten. Oh, zo een. Pim Fortuyn hondje. Pim Fortuyn hondje. Oké. Ja, dat is zo'n klein dingetje is dat toch? Ja hoor, is niet zo groot. Maar wel leuk, gezellig, lief en verder lekker alleen. Hey, hoeveel brillen heb je nog in je tas? Nog één. Nog weer een andere dan die je net op had, of niet? Ja. Nou, laat die ook nog even zien dan, ja. Want dan hebben ze gehad. En wat voor één komt er dan bij zometeen? Een beetje bling. De camera die zit al helemaal in je tas. Ja, nee, ik geloof niet dat ik hem bij me heb. Oh, nou ja, maar het is een hele oude hoor. Dus een heel gewoon. Maar ja, dat zijn gewoon meeneemdingetjes, hè? Ja. Ja. Dus. Nou, als ik je weer eens tref, ben ik heel benieuwd wat voor bril je dan op hebt. Oké. Doei. Bedankt. Bedankt voor dit gesprek, brillenvrouwtje.